De grote prijs van Belleman Kalbox, Joachim Ulay. We hebben hier bij ons in Café de Belleman Hubert bij ons, van de visclub De Bertjes. Hubert, de grote prijs Callbox de Belleman is terug van start gegaan in 2014. Hoe is het afgelopen vandaag? We hebben een heel goede visvangst gehad vandaag. Het is te zeggen, ondanks het slechte weer, hebben wij toch nog een aantal kilo's weten te vangen op de dender die snelstromend was en sterk vervuild door de onweders die vandaag en verleden nacht gevallen zijn. Ik kan je al iets meer vertellen over de gewichten die gevangen zijn en het aantal deelnemers, wie er precies deelgenomen heeft? We hadden 10 deelnemers, waarvan 8 in de prijzen gevallen zijn. Spijtig genoeg hadden wij de concurrentie van de nationale wedstrijd vandaag, waar dat een aantal vissers van ons naartoe zijn, die goed geplaatst staan in het klassement om het Belgisch kampioenschap mee te vissen. Wij hebben vanaf 1 kilo 600 voor de achtste man, achtste prijs, tot 4 kilo voor de eerste prijs. Het is te zeggen, Joachim, lid van onze club, heeft de grote prijs, de eerste grote prijs, Belleman Callbox, gewonnen vandaag. En wat is de prijs voor de eerste? De eerste prijs, iedereen heeft prijs bij ons. Wij zijn een vriendenclub, iedereen heeft prijs. Het is te zeggen, de eerste prijs bedroeg vandaag 100 euro. En ze worden hier ook dubbel en dikke gesoigneerd. Lekker eten na de viswedstrijd en ook nog een prachtige jas gekregen van Callboxen. Ja, wij hebben van onze sponsor vandaag een winterjas gekregen. Die heel speciaal voor ons besteld en gemaakt was. Volledig waterdicht en winddicht. Plus dat wij de zomerkledij nu mogen inruilen, stilletjes aan, voor die winterkledij. Waarvoor onze hartelijke dank aan de sponsor Callbox. Oké, we wensen jullie alvast nog verder veel succes toe met jullie visclub De Bertjes. En we gaan zo meteen waarschijnlijk over naar de prijsuitreiking. Ja, we gaan binnen 5 minuutjes de prijzen uitreiken aan de deelnemers. Ondertussen hoort het regenen terug veel en ze zullen waarschijnlijk wel content zijn dat ze na de lekkere maaltijd droog en hoe warm gegeten hebben. Oké, bedankt. Dank u wel.